Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is geen let's play, maar dit is een video van mijn paarden. Ik ga een video maken over mijn paarden en hun bijnamen. Hoe ik ze nu voor te gaan noemen. Ik moet heel even kijken of ik wel opneem. Ja, ik neem op. Ik ga ze dus nu voorstellen. Oké. Nou, jullie kennen dit paard vast wel. Mijn beginnerspaard, Rose Beauty. Echt superleuk paard. Nou, Rose Beauty heet Annie. En dan heb je hier Fire Princess. Ik heb haar haren kort gedaan. En haar naam is Rose. Hier heb je dan Dark Shadow nog. Die vind ik ook heel mooi. En die Darkie, heel toepasselijk. Maar dat komt gewoon omdat ik op school was met vriendin een zwart paard aan het tekenen. En die noemden we Darkie. En toen dacht ik, oh, nou kom Dark Shadow wel zo noemen. Nou, Danger Princess, die heet Annemarietje. En dan heb je hier nog Thundercloud, die heet Elsje. En dan heb je hier Apple Flower, die is Scarlet. En Wild Prince is Sar. En ik ga nu eventjes vertellen wie de merries zijn en wie de hengsten zijn. Ik begin weer bij Rose Beauty. Nou, Rose Beauty, dat is een merrie. Rose Beauty, je weet vast wel, Annie. Annie is een merrie. Dan heb je Rose, dat is ook een merrie. Dan heb je Darkie, dat is een hengst. Dan heb je Annemarietje, dat is ook een merrie. Dan heb je Thundercloud, dat is Elsje en die is een merrie. Appleflower, genaamd Scarlet, is ook een merrie. En Wild Prince, genaamd Sar, is een hengst. Ik heb misschien wat veel merries, maar dat komt gewoon omdat ik zelf 2 merries heb en 1 hengst. Dus dan lijkt het me ook wel logisch dat ik minder hengst doe. En ik heb gewoon iets met merries, ik weet niet waarom, maar mijn fjord wordt een hengst in ieder geval. Want ik weet niet, ik vind een fjord gewoon een mannelijk iets. Ik weet niet. Nou, in ieder geval, leuk dat jullie keken naar deze video. Dit is even een video gewoon voor in het paasweekend. Anders is het natuurlijk niet leuk voor jullie. Want er komen geen let's plays in het paasweekend. Als je wil weten waarom niet, dan moet je even mijn video kijken. Belangrijk nieuws. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doei!